Wat leven die nog, hoe rauren die mensen het jedes op jaar? Waarom vlug jij altijd tussen Skadi? Verdwijn jij met die laatste naam op deze muur? Man en die dom. Met oefen wat blank, laat nog in die verte met voortlach wat klank. Waarom vlug jij altijd zo'n schadier? Verdwijn jij met die duister muur? Liefde is de butter. Om te heen. Liefde is de sier, maar de man voor neer. Mannen die donker wat slepen die nacht. Voor alles die mensen het jeet op jacht. Waarom vlug jij altijd tussen Skadi? Verdwijn jij met die duister door die lucht, want Eline, kom, kijk hier. Wat? Goud, Tannie, ons kan beter zien als die lucht dood is. Kijk daar, in die straat, bij die boom, kan Tannie die man zien. Het is die hoeveelste aand wat hij al daar staan. Kijk, mens kan sy sigaret duidelijk zien. Maar misschien is die een van Karelse patiënte. Ek weet van baie mense, wat altijd na een dokter toe kom, daar is hulle bang, hulle loop net op bij die tuinhekkie. Van patiënt van my man nie. Een patiënt kom iets nachts om 3 uur ook zo voor die dokters huis staan, he? Tenzij hy krankzinnig is. Janie, gitaar is nou daar voor die huis. Maar, ek kan nie die man daar by die boom sien staan, nie. Maar het was nie Janie wat daar achter die boom gestaan het, nie. Jy weet, daar die kind kan altijd so onnoosel rondloop. Ek wonder baie mal as ek kom sien wat op aarde in sy kop aangaan. Dat is nie Janie nie. Niemand is bang vir Janie nie. Maar hierdie man s'nachts voor die deur. Want hy is iets anders, iets naars aan die gang. En gister in die dorp, die mense, oubekendes, patiënte van Karel, hulle kyk na my asof daar iets verkeerd is met my. Ach, my kind, dit is maar sommer, hulle was verbaas om jou weer te sien. Jy weet, jy het jou in die laatste tyd so van alles onttrek. Die lewe gaan voort, dinge gebeur. Soos wat? Wel, ek weet nie, ek voel so bietjie onrustig. Karel. Wat wil my man? Hy kwel om. Hy is bekommerd. O, daar slaan die klokse weer. Kom, ons moet gaan opschep. Ek is seker Karel is ook al klaar met sy patiënte. Die persoon wat u geskakel het, was het een man of een vrou? Dit was een man. Gerrit self die foon beantwoord en hy sê toe vir die man, hoekom bel hy ons so laat nie aan, hoekom bel hy nie die dokter self nie? En die man sê toe, seker die dokter kan ook nie slaap nie. Kan hy nie slaap nie, dokter? Sigaret nie dan? Ek het die brief saamgebring, ek wil het baie graag vir u lees. Een vriendelike waarskuwing. U is patiënte van dokter Karel Beyers. Pas op, pas op, pas op.
Probeer hier die pilletjes, mevrouw. En, dankie. Hier kan je sommer maar morgen bij de apteek krijgen. Baie dankie, dokter. Goed dan, mevrouw. Dan stap ik natuurlijk bij je deur. Ik wou je nog vragen, mevrouw Marits. Heeft u misschien enige idee wie hier die naamloze brieven over mij geschreven heeft? Als ik geweten, dokter, zou ik dan daar persoon iets vertellen. Ik hou mij niet met achterbaksheid op, niet. Maar, ik geef die brief hier zo. Ik geef het voor u en dan kan u zomaar net naar de politie gaan. Want het is absoluut teen die wet om zulke brieven rond te sturen. Het is baie vriendelijk van u, mevrouw Marits. Tot ziens. Tot ziens, dokter. Terloops, Lydia, als iemand in die straat dan al 3 of 4 keer hier rond staan, heb jij over Karel daarvan verteld? Ik vertel voor Karel zo min als mogelijk. Ja, maar zoiets! Net om te horen, Lydia, je is oorspannen, Lydia, oordrijf jij niet en ga jij om dat ik nou werk? Nee, ik heb al lang al opgehouden voor onze lieve Karel iets te vertellen. Hij is zo gelukkig, zo tevreden in zijn eigen leven. Oh, de zonde om zo te klaar. Wat er man is nou zonder zijn dingen, dit wil ik graag weten. Het is die dag, mijn kind, dat je zonder een is. Ja, dan kan je praten. Tante Ellie, is jij bij eenzaam? Ook hier bij ons? Nou ja, ons krijgen allemaal een beurt om eenzaam te wezen. Nee, wat, ik is niet alleen. Ik is jammer dat ons, dat ik niet meer gedoen het om voor Tante Ellie thuis te laten voelen. Je was ziek, mijn kind. Maar buitendien, ander kan nooit de mensen alleenigheid wegnemen. Jammer dat ik jullie laat wachten. Ik was maar gaan eet. Karel, weet je dat hier elke avond het man hier voor die deur staat? Lydia wil je met die police roepen. Op ons erf? Ja, bij die hekje. Daar bij die boom. Maar die straat is voor die publiek. Het lijkt me eindelijk onnodig om die politie lastig te vallen met zoiets. Die man pla ons niet. Dat wil zeggen als daar een man is. Maar dat Ellie het hem ook gezien. Maar ik was nou net buiten en ik kan jullie verzekeren, daar is niemand. En ik het finaal besluit. Ons laat roep niet die politie niet. Toen maar ik slaan word. Lydia, dat is wat ik moest zeggen. Weer jy. Waarom kan jy nie praat nie? Hoekom kan jy nie sê wat jy wil sê nie? Hallo? Hallo? Dit gebeur keer op keer. Elke keer as ek die telefoon optel, dan sit die persoon het neer. Kan ons nou eindelijk gaan eet? Wie was dit, Karel? Wie? Oor die telefoon. Dit was een patiënt. Maar waarom kyk julle my so vreemd aan? Nodig dat jy so, laat ek het maar sê, so moet lig. Jy weet goed, was geen patiënt wat gebel het nie. Ek weet nie wie gebel het nie. En die man achter die boom, en die briewe, Karel? Briewe? Moenie maak of jy nie weet waarvan ek praat nie. Die afgelopen dag, elke dag, is hier een brief in ons brievebus gesteek. Dieselfde soort couvert, dieselfde soort blokletters. Moenie denk ek het nie gesien hoe jy het vir my probeer wegsteek het nie. Jou belangstelling in my, dit roer my.
Dit roer my werklik, Lydia. Jy moet weet, ek het gewoond geraak daan om daar sonder klaar te kom. Een mens raak aan alles gewoond. Karel, kom ons hou op om bitter dinge vir mekaar te sê. Ons het nog nie een hoor, oor sy dood gekom nie. Dis ten minste waar. Maar besef jy hoe dit vir my was? En wat van my? Ek moes van haar die eerste dag van die mense uitgaan. Ek mag nie emotioneel lyk nie. Vir jou is dit makkelijk. Jy kan jouself in die huis toesluit. Jy kan jouself uithuil. Dis juist dit. Ek sit hier by die huis en alles is leeg. Leeg. Jy weet nie hoe vir 'n kind van 2 jaar jou dag nie. Karel, jou ure, jou hele dag, jou hele nacht is vol tot oorlopings te val. Toen hy so lang siek was, toen was het bijna nog voller, want die kommer oor hom was ook nog traag. Ek begryp, het is daarom dat ek vir jou probeer help om vir jou raad gee. Ek het nie hulp nodig. Jy het niks van my nodig. Karel, kom ons hou op om nare dinge vir mekaar te sê. Kom ons probeer verstandig praat. Elke keer wat jy sê, kom ons praat verstandig, dan raak ek achterdochtig. O ja, jy is seker die een wat die manipuleer van redelijkheid. Die alwijse, die populaire dokter. Het jy in hierdie groot praktijk ook tyd vir my? Geen antwoord. Maar ek kry idee dat die groot praktijk aan die wankel is. Verbeelik my was daar vanavond 4. Nee, net wil jy kliënt hoop? Maar dit sê ek vir jou. Ek gaan die polisie bel. Ek gaan hom vertel van die man hier buiten en van die oproepe. Jy moet jou nie met sake inmeng wat jou nie aangaan nie. My nie aangaan nie, dit gaan my aan, dit gaan my baie beslis aan. Ek gaan nou die polisie bel. Lydia, Karel. So hou ek daarvan om julle te sien, in mekaar se arms. Collega, wat gaan hier aan? Is jy siek of is jy dronk? Kom, laat ek jou help. Los my. Lyk ek misschien vir jou dronk? Nee, ek weet nie. Jy hoef nie so vir my te kyk nie, ek wil maar net vir jou kom help. Hoe is jy dan ook so uit asem met dokter Jacobs? Het een van jou patiënte, of sal ek sê, een van ons patiënte jou misschien gejaag? Kijk hier so. Ek het hier voorbij gekom. Ek was by die patiënt en ek is haastig. Ek moet hospitaal toe. En wat jou skimp, oor ons patiënte betref, is het my skuld as mens en my verkies as dokter? Kijk eens op, Beiers. Jy het lang genoeg koning gekry hier, en as sake nou een beetje anders begin draai, nou ja, jy weet wie se skuld het is. Skuld. Gaan jy nou selfs my brief al oopmaak?
Ik wou net... Het is bij vroeg vanmorgen. Daar is je post. Daar is ook een brief van Tante Ellie. Maar hoe kom het jij vanmorgen zo vroeg op? Maar niet mee zei je dat je hoenderspost te kunnen. Ik was ook nooit bang om mijn handen in kouwater te steken als ik moest niet. Ik heb zelf die hoenderspost gegeven, net zoals gisteren. Die bediende ze niet opgedaagd. Nie. En zoals hier gisteren. Maar leid volgende die opgedaagd bij je vroeg. Maar ik heb het er weggestuurd. Jij wat? Net wat ik gezegd heb. Maar waarom, Karel? Waarom? Hulle was misschien ziek geweest. Dan is dit een ziekte wat ik niet van hou nie. En daar is een baie goeie rede. Ons kan hulle net niet meer bekostig nie. Ik geloof dit niet. Ik geloof niet dat die rede niet. Dit klinkt niet waar nie. Die waarheid klinkt dikwijls niet waar nie. Gee om dat ik nou rui. Hallo. Is mevrouw Beiers wat praat? Is mevrouw... Hoe dit is jy, Helene? Ek het jou stem nie eens herken, he. Nee, dit is ek. Je weet, soggens voor 12 uur het ek mis geen stem nie, he. Maar as ek eers my gesig aansit, is dit of jou stem weer terugkom. Wat? Jy kan my nie meer help met die brugklap nie. Maar jy dan beloof, Lydia. Ja, maar waar gaan ek nou iemand anders kry? Jou bediend is ontslaan. Ach, wat een monster. En nou begin ek geloof wat ek gehoor het. Luister, Lydia, denk jy nie Karel moet een psychiater raadpleeg, nie? Ja, jy weet, gister sê iemand, ach, nou jawel, sê iemand vir my, dat het skreemd is hoe Karel sy handen bewe. Het is net as hy baie moeg is, Helen. Ek meen, een bietjie senuweeachtig. Patiënte moet voor die dokter bewe, nie die dokter voor die patiënte nie, liefie. Ja, het is juist wat ek sê, senuwee is. Ja, maar is die politie wat jy moet inroep? Amas, Kati, natuurlijk sal ek aan niemand vertel, nie. Tot ziens, Hartie. Hallo, is jy Gladys? Ja, dat is Helene hier. Lydia Beiers het mij net en net gebeld. Je moet net hoor. Lydia, oh, ik heb nou net die oorsterp opgezet. Ze een beetje tiemenkel jammer bijgegooid van smaak. Maar wacht, ik wil net zoveel wikkie kom helpen met die bij. Tante Ellie, denkt Tante Ellie dat Karel, dat hij oorspannen is? Of ik denk dat Karel mal is? Nee, my kind glad nie. Dank je toch dat Tannie nou hier is, dat is een groot troost. Ja, my kind. Ik wou juist met jou daarover kom praten. Je ziet, ik kan niet altijd bij jullie blij nie. En jij is nou helemaal gezond. Ik heb ook gisteren met Karel daarover gepraat. En hij denkt ook dat ik gemist kan worden hier. En toen ik nou vanmorgen van zus Marie een brief kreeg, toen denk ik, ik kan maar gerust een keer weer bij hulle gaan krijgen. Maar Tante Ellie kan nie nou voor mij alleen laten, alsjeblieft. Tante Ellie nie nou nie. Later. Of zal ik samen met Tannie gaan? Zal ik? Ach, mijn kind. Maar jouw plek is hier. Wie gaan voor jouw man zorgen? Maar Tante Ellie, ik kan niet. Mijn kind. Ik weet wat je hier gemaakt hebt. Dat je jouw kind verloren hebt. Maar
Jy is nie die enigste vrou wat 'n kind verloor het nie. Dat is nie nou wat my kind praat nie. En ek sê laat ons oor hom praat. Jy het baie om die Here voor dankbaar te wees, my kind. Maar ek probeer, Jesus, ek probeer om te vroeg. Jy sal baie beter terugkom as ek nie hier is nie. Karl het toch gesê, ek moet ook so'n bietjie weggaan. Hy behoort te weet, hy is 'n dokter. Natuurlik sê dit. Hy sit nie heel dag hier alleen nie. Dat dat hy is, is dat hy nie te veel werk gedoen het hier. Ek sal alles aandraad, want hy hoef niks te doen nie. Ach, my kind, dit is nie die werk wat ek moeg voor is nie. Maar dit is hierdie ewige ruzies in hierdie huis. Pik, pik, pik op mekaar. Ach, bedaar nou, bedaar nou. Oor die pa het altijd gesê, so bietjie huil is goeie medisyne, maar te veel huil is gif. Jy, Karl, jy is teen my, jy is van saam teen my. As jy sulke nonsens praat, dan loop ek nou hoor. Lucie, sy is hier. Wat sê jy? Meneer Hendrik Luit. Het ek my naam gehoor? Hier is hy nou net. Hendrik Luit hier. Voor oggend sal my uitstekend was. So oor 'n uur, ja. Sentraal Kafee sê u. Uitstekend. O ja, mevrou Beyers, excuse dat ek vraag, maar net voordat ek jy sal ken, hoe lyk u? Blond. En seker jonk ook. Nie, maar ek sal u seker ken. Dag, mevrou Beyers. Ken jy mevrou Lydia Beyers, Lydia Beyers hier in die dorp? Dokter Sefer, denk sy is Lydia, maar ek ken haar nie. Maar die dokter, o, daar is jou droom. Weet jy, sê het sy eie kind verkeerde medisyne ingegee. Kind is toe dood. Hy was eers ons dokter, maar hy ma sê... Toe maar, Jenny. Maar altyd ook wat gedoen, hy kan my kry. O, meneer Luit, daar die dreamboot kan my kry. Jenny? Môre, meisie kind. Goed geslaap. Henie, ek moet met jou praat. Ek het werk in Johannesburg gekry. Wanneer jy ek moet gaan? Ek denk dis iets waar jy self moet besluit. Dit lyk my, jy het maar net altyd met my gevoelens gespeel. Ek het jou gesê, ek moet eers my pad in die lewe vind. Maar ek kan jou dalk help om dit te vind. Priya, jy is so mooi. Jy kan enige man kry. Ek wil vir jou, Henie. Ek voel nog altyd, ek weet byna seker, daar kan iets baie moois tussen ons wees. Maar jy gee my nie kans nie. Vroeg jy vir my? Ja, kyk maar op jou horlosie. Priya, ek hou van jou. Hou van? Het is nie genoeg vir my nie. Ek het jou lief, Henie. Ek wil altyd by jou wees. Kan ons vanaand daaroor gesels? Het is 'n afspraak. Om 7:00? 8:00. En nou moet ek nog geld verdien. Ek was so'n bietjie in gedagte. Sit. Dankie. Ek weet nie eintlik waarom ek hier is nie.
Ik bedoel, waarom ik je gebeld het niet? Je lijkt glad niet zoals een speerder, nee. Je hebt geen idee waar te proberen om niet zoals je te lijken, nee. Koffie? Ja, dank je. Koffie, alsjeblieft. Goed, meneer. Het is altijd moeilijk om te beginnen. Zal ik maar? Mevrouw Beyers, waarvoor is u bang? Want u is bang, is u niet? Ik weet niet. Ik voel me rustig. Mijn man, hij is de dokter, zie niet? Dokter Karel Beyers. U is bang voor uw man? Dokter Karel? Ik was nog nooit bang voor hem. Nee? Maar die dingen wat u onrustig laat voelen, heeft u al gedacht daaraan om die politie in te roepen? Oh, ik heb. Ik wou, maar mijn man was daar tegen. En het is omdat ik gevoel dat iets moet gedaan worden. Dat ik wil u gebeld. Ik weet, ik verbeel mij niet die dingen. Kijk daar, ik kan er zo s'nachts naar mij. Goeie, dokter. Goedemorgen. Het is te wonderlijk om u weer te zien, dokter. Ach, ik voel hem zo jammer dat ik niet vroeger kon gekomen. Nie. Maar die pilletjes was toch zo goed geweest. Ik is blij om dit te horen. Ik ken mijn man, hè. Nee, Marit, ons is op pad schoenwinkeltje onthou, jy? Toch, man, het kan zo knorrig wees. Dokter, ik kom een van die dagen weer vir u spreek, as ek mag. Goed, kom gerust. Ik zal nou maar moeten gaan. Tot dan. Tot ziens. Tot ziens. Ik kan tenminste jou sigaret uit je mond uithalen. Ik weet niet of ik zo ongeskipt heb. Wel dag, moet ik jullie op de vermedering verdragen. Er is niks anders dan een klein puffeltje. Waar was jij? Waar was jij? Kijk, ik waarschuw je nou. En ik heb hem ook gewaarschuwd. Gewaarschuwd? Om gewaarschuwd? Waarvoor nog al? Kijk hier, ons is gemeenschap van huwelijk getrouwd. Gemeenschap van goederen. Wat zijn goederen? Jij behoort bij je blij te weten dat ik met hem vriendelijk is. Je weet goed dat je hem nou al 3 jaar lang een rekening schuld. En hoeveel schuld je hem nog al, ouw man? U zei daar eens mensen wat voor iemand geld schuld. Het is niet dat hulle vir hom geld skuld nie, dis net dat... Nee, dat hulle rekenings nie betaal nie. O, meneer Luit, alle dokters skryf jaarliks gelde af van patiënte wat nie betaal nie. Een patiënt sal nooit zoiets... U moet nooit denk, u ken een mens nie, mevrouw Beyers. Die eenvoudigste van ons is toe. Ons weet self nie eens tippels wat diep in en... Maar wat praat ek alles? As u so onrustig voel, hoekom moet u nog nie aan gedink om weg te gaan nie? Een mens doen net nie. Zoiets, nee. U is baie dapper. Dit kost moed om nie weg te hardloop van iets wat onplezierig is, nee. O nee, ik is niet dapper, nee. Na my kind sy dood, toe het ek weggehardloop. Nee, letterlijk nie, maar toch. Geweier om net in spite van sy dood voort te gaan. Ek wil nie weer so ver gaan, nee. Weet uw man van uw angst? My man. En daarmee, verpleegsters, is die lesings oor die hart dan afgesluit. Wil iemand nog iets vragen? Ja. Alsjeblieft, dokter, ik heb een probleem. En wat zal het wees? Als een verpleegster vindt dat een dokter verantwoordelijk is, of was voor het dood van een patiënt, wat moet zij doen? Ah, dag collega, ik is blij dat je hier raak. Dat is iets wat ik je nog wil gevraagd. Ja, kan draaien wat het is, Jacobs. Ons plan om vernoten te worden. Jij wil kop uittrekken, hè? Kijk hier, man. Nagestraald in de manier waarop jij met mij gepraat hebt. Ik weet niet waar je me keert, nee. Maar ik vrees. Vreedzame samenwerking tussen ons twee is niet voor ons weggelegd. Ik neem. Man, ja, kijk, ik begrijp. De mens is soms overspannen. En ik heb toch gewonder of jij niet. Hoe zal ik zeggen? Ik heb gewonder of jij niet misschien een psychiater moet raadplegen. Of misschien een goede internist. Wat is jouw diagnose, Jacobs? Alcoholisme of suikerziekte? Of zomaar net slecht in je meer? Als dit die manier is waarop je goede raad door neemt bij je. Ik neem niks van jou, nie, Jacobs. En ik laat nu ook net zo ver drijven. Laat ons het zo stellen dan, dokter. Dat ik gevraagd om discreet navraag te doen, dokter Beyers. Ik heb hier een lijst van vroegere patiënten van hem. Maar alles wat hij zei zal vertrouwelijk blijven. Ik hou niet daarvan, nie. Ik hou niet daarvan, nie. Het is onethisch. Het is helemaal onethisch om een collega te bespreken. Onze hele maatschappij zal aan die opkrommelen. Omdat alle maatstappen, alle morele waardes niet meer tellen. En ik ga mij niet aan zoiets schuldig maken. Dank je, dokter. Ik zal niet langer die tijd in beslag nemen. Wat is jouw naam nou weer? Je hoort niet eens niet. Geen manieren, geen waardes, nul. Is te geland, meneer Luit. Ik is 10 jaar ouder als wat ik geraaid heb. Maar verder is er niemand nieuw, hè? Nee, nee, zeker niet. Maar om op Lydia terug te komen. Ons is allemaal gedacht dat Jacob zijn spieren afgevaard.
mind you, niet dat daar iets, maar ook iets tussen hulle is niet. Dr. Jacobs is zo correct dat hij met zijn hoed op van die pad klimt. En Lydia was aantrekkelijk. Is zij was aantrekkelijk? Die laatste tijd is ze voor mij bij oud geworden. Maar ze heeft iets. Ze is allemaal van ons. Natuurlijk. Maar hij zei dat hij weer bij van dokter Beyer's patiënten gaan naar dokter Jacobs toe. Zou dat iets met zijn politieke houding te doen, hè? Politiek? Maar klopt ze haar dan niet weg? Wat vertel je mij? Oh, maar hij is een goede dokter. Jacobs kan hier zijn benen gezond maken. Vraag van mij echt weer. Weet je dat hij mij gewaarschuwd in maagzweer toen ik al die tijd mijn benen verwacht heb? Woon jullie lang al hier langs, die dokter? Ons doen al bij jaar hier langs, dokter Beyer's en Omi. Maar hoe is dat aan mijn part? En hou je malen van die dokter? Hallo, glad niet van dokter nie. Wat is van die Lydia niet? Maar sê, sy is aanstellerig. En boeinkie kry sy loeinkie. En maar sê, sy dokter nog nooit vertrouw. En nou het een brief gekom om dit te bewijs. Wat is de brief is dit? Ach, oomie, spring net gauw saam met my asseblief. Een brief met niemand zijn naam onderaan nie. Mens noem dit een naamlose brief. En wat staan in die brief? Dat die dokter een slechte man is. Wat iemand doodgemaak het. En opa sê, al doen jy iets net eenmaal, kan het later een gewoonte word. En na sê, sy sit nie 10 cent op Tannie Lydia se lewe nie. Sy het net dus self al gesê, ek kan het toch self kom nie. Dis erg nie, een rechte moordenaar in ons straat. En dan sê die kinders van die school vir my, ek sluig alles uit my duim. En al die tijd is, elke woord waar. Al wat ek sê, as daar een roekie is, moet daar een vuurtje wees. Waar daar een roekie is, moet daar een vuurtje wees. Waar daar een roekie is, moet daar een vuurtje wees. Waar is soms een roekie? As daar een roekie is, dan moet daar een vuurtje wees. Where there's smoke? Waar daar een roekie is, moet daar een vuurtje wees. Waar daar een roekie is, moet daar een vuurtje wees. Waar daar een roekie is, moet daar een vuurtje wees. Gelees het. Die ware liefde bedek alles, verdra alles. Dit is nie een moeilike ding wat Jesus ons vra nie. Een liefde wat alles kan verdra. Selfs ander mense se ongeregtigheid. Kom ons sing nou, kom tot die Heer. Kom tot die Heer, ek het nou net een draai daar by julle straat geloop om te kyk of ek die man onder die boom kan kry. Maar is rustig daar.
toe ek hier kom kry ek vir jou hier. Sê my, glo jy dat een mens niemand mag beoordeel nie, tensy jy 2 weke aan sy skoene geloop het nie? Wel, glo jy mens moet verbrande vleis op jy net om uit te vind het smaak nie lekker nie? Kom nou, is dit een parallel, jy weet het is nie. Ek veronderstel het is nie, maar is goed genoeg vir die argument. Ek hoef nie in jou plek te wees om heel wat van jou te weet nie. Goeie dinge. Lieve dinge. Ek ben nou gaan. Moet jy werkelijk? Ja. Kan ek saam met jou gaan? Liever nie. Ons ontmoet môre in die parkie. Ja. Goeienacht. Die dag het een feest. Ik weet niet. Ik ga eerst je schoen krijgen. Ik wil door. Ja, maar toen was je op pad geweest. Ik kan niet zelf voor jou vragen. Ik heb gaan stap. Sommige mensen doen zoiets. Waar je goede gewoonte wat ik aanbeveel. Ik wil gaan stappen. Alleen in het donker? Nee, want ik heb gewonderd waar jij is. En toen ik gedenk is. Als daar die man nog buitenkant is, dan wil ik voor hem vragen waarom hij ons het treiter. Waar je dapper. Zo hard loop je weg tegen die eerste man zien aankom. Ik heb niet geweest, is jij niet. Ik bedoel, ik... Of wat jij is gehardloop die je zien is ik. Jij is gehardloop. Ja wie, dat zal nog wat kloppen. Jij hebt uitgekomen om daar, vent. We zijn niet ook nog een bondgenoot van jou niet. Jij hebt uitgekomen om te praten. Zeg mij, wat heb jij te doen met die schindercampagne tegen mij? Nou zie op jouw naaste, zoals ik jou al te goed maar ken, dat jij zoiets van mij kan denken. Zeg jou, ik weet niet meer wat ik te denken. Waarom veg je niet in die wat schuldig is, niet? Waarom tegen mij? Tegen wie? Dat is zo'n een vuil walm, je kan niet Johanne daarom krijgen. Nie. Maar intussen denk je dus ik. Zeg jou, ik weet niet meer wat om te denken. Dit was alsof zij met mij gepraat had. Met mij alleen. Die ware liefde bedekt alles, verdra alles. Goeie dinge, lieve dinge. Een mens raakt later aan alles gewond wie je. Een mens raakt aan alles gewond. Zou je weten dat ik wakker lê? Hoe gebeurt het? Hoe gebeurt zulke dingen dat je verliefd is? Dat je lief hebt dat je zo samen is? En op ochtend of in de nacht kijk je nou om en jouw geliefde is weg. Jij is een vreemdeling. Lydia, is je wakker? Ik wil graag je iets vertellen. Dokter Beyers, hij is hier. Is het weer jij? Praat, man, praat. Zeg wat je wilt zeggen. Carly, kamer uitgestapt en die rest van die nacht ik om die studeerkamer oor rond te weg. Janne gitaar. Is hy bietjie, Miskien. Ek het gehoor hy was in een gestig, maar hy hinder niemand nie in die dorp het hom nou al half aangeneem. En het hy hier groot geworden? Nee, hy is nou magtig so'n 6 maanden hier. Dit is wat jy moet probeer terugdink, probeer onthou. Waarom zou iemand jouw man zo wil vervolgen? Ik heb al gedink. Karl heeft zijn nukken, maar ik is zeker hij zou niet iets gedoen het, iets werkelijk gemeen, nee. Mens moet niet denken, ik kan iemand anders zijn hart en kijk, nee. En elk een van ons is daar iets.
erns diep weggesteek wat ander nie van weet nie. Onszelf dikwijls nie. Geloof jy dit werkelijk? Wel, ek weet nie. Een vrou sal weet sommer net, weet as haar man iets verskrikliks gedoen het. Wel, ek hoop jy is reg. Om jou ontwil. Maar drink jou man. Karel? Nee, hy drink nie. Hoekom vraag jy? Wel, dis maar die indruk wat ek gekry het van die mense wat ek die afgelope tyd ondervra het. Is jy seker? Sou Karel werkelijk? Dag aan jullie kerk! My asterkie, kom gauw, die liekie is net vir jou. Lekker is die dag, vra die een wat jy van hou. Gooi jou boeken weg, gaan gauw, maak jou reg en verskyn. Dan sal al die sorge makkelijk kan verdwijn, verdwijn. Hoor hoe vlei die volkie sag, hoe vrolijk is dit nou. Ons allemaal sing, my asterkie, hoe jolig voel ons nou. My asterkie, kom gauw, die liedjie is net vir jou. Lekker is die dag, vra die een wat jy van hou. Het jy een revolver of een pistool of een ding? Hey, Karel het een. Ek sal jou myne moet leen. Maar Karel het een en hy kan goed skiet. Gevaar is soms... Ek bedoel, gevaar is nie altyd buiten die huis nie, hoor. Jy bedoel? Lilia, ek is bekommerd oor jou. Ek wens regtig jy hoef nie vanaand terug te gaan huis toe nie. En ek wens nog iets. Wat? Dat ek jou baie vroeger leer ken het. Ik moet nou werkelijk loop. Tot ziens. Tot ziens. Hallo. Wel, ik spreek die senior ken mij daarom nog. Ik is die meisje met wie gisteravond de afspraak gehad het, wat je niet gehou het nie. Maria, ik het gewerk. Is dit wat jy dit noem? Hoe weet jy waar ek gestrand was? Ek het jou gevolg. Het is vanoggend ook. Dit moet jy nie weer doen nie, hoor jy? Baie goed. En jy hoef nie bang te wees nie. My trein vertrek morgenoggend om 8:00. Ria, jy is nog so jonk. Teenoor jou vriendin is ek seker. Ag, nou is ek sommer weer katterig. En nie, hoekom wil een mens altyd iets sê wat jy nie kan kry nie? Ag, ek weet toch nie. Maar sê kan ek nog groet jou vanavond. En net in geval jy dalk vergeet om te kom. Mevrou Beyers. O, goeiemôre meneer Maritz. Ek het u nie gesien nie. Ek het u daar sien staan en toe vir u gewag. O, het vir my gewag? Ja, ek wil met jou praat, vir jou iets wys. Moet sê, jy lyk daarom goed. Ek bedoel vir iemand wat moeilikheid het. Ek weet van geen moeilikheid nie, meneer Maritz, en as daar is, is dit nie my eie saak nie. Ek wou net iets nice gesê het, maar miskien is jy sê, mense moeilikheid is jou eie saak. Maar ek is ons daar by die assuransie, jy weet, en hulle sê vir my, die dokter betaal daarom sy premies, as sy lewe daarvan afhang. Is goed, hy, asof sy lewe daarvan afhang. Meneer Maritz, sê, my iets gesê, maar ek het eindelijk moeite gedoen om uit te vind of hy nog kan betaal. Maar hulle sê soos klokslag so gereeld betaal die dokter sy premies. Baie interessant. Misschien interesseer het jy ook om te weet dat ek nie my man met ander mense bespreek nie. Het is nie waarom jy so opruk nie. Ek is jou vriend, wie jy. Dit is eindelijk vir jou wat ek geuitvind het. Jou lewe is hoog verassereer. En kyk een bykie wat skryf iemand vanmorgen vir my. Kyk nou wat skryf hy. Wie kan sê waar die aantrekkelike dokter Karel Beyers op 10 December verlede jaar was?
Ik is zeker, zei charmante vrouw, weet het niet. En wat denk je daarvan, hè? Meneer, maar het zie niet, die constabel daar aan de kant. Als u mij niet nou met rust laat, dan roep ik om. Nou goed, maar nu zei ik je niet gewaarschuwd. Wat heeft hij nou weer gezegd? Wat is de datum? 10 december. En toe? Dag, Karel. Ik ga naar huis toe, wanneer toe gaan jij? Ik ga samen. Je zit hier in mijn motor en zegt dag alsof je dit elke dag doet. Ik heb vroeger altijd voor jou zo gewacht. Vroeger, ja. Wat vroeger kon, kan altijd weer. Kan dit? Waarom niet? Waarom die schielijke vriendelijkheid, Lydia? Ach, kom eens, laat staan die hoekoms en waaroms, Karel. Kom eens, maak eens wat jaren geleden is. Jij komt in die hospitaal uit en ik wacht in die motor. En wat het ons dan gedaan? Ach, sommer weer alles gezels. Jij het van die werk vertellen. Ik van mijn eerste gortsop wat ik gekookt heb en hoe al die potten en pannen later niet omwijs vol gort gestaan het. Hoe moet ik ook nou weer het gort zo kan uitzetten? Jij blij een mooie vrouw, Lydia. Karel, hoe fijn is het zeker? Ik heb al mijn plooi, ik heb zo verouderd die afgelopen tijd. Ik zal niet graag een bekende landschap wil veranderen. Jij zeker? Dit kan daarom van ons zijn. Ons was nog nooit weg van elkaar geweest met vakanties, niet? Niet zo af en toe wat jij moest weggaan naar die medische congressen, dus was verleden december. Waarin was je toe weer? De 10e december? Een slankse plan. Maar lomp uitgevoerd. Wat doen ze alles doen om jouw zin te krijgen, Lydia? En wat is jouw zin, Lydia? Karel, alsjeblieft. Kom uit! Jouw slurrie! Dokter Jacobs? Oh, hallo, dit is Lydia wat praat. Luister, ik wou net vragen, kan jij nog onthouden hoe lang jij en Karel weg was naar die medische congres toe verleden jaar? Ons was net een week weg, Lydia. Dit was begin december. Ja, als je een oomblik wacht, dan krijg ik die precieze gegevens uit verleden jaar's agenda. Je weet, ik hou daarvan om systematisch te werken. Ik heb teruggevlieg, maar jouw man het alleen per motor teruggekomen. Hij was een beetje moeilijk. Ja, werkelijk onbeleefd. Maar ik heb het onder destijds niet kwalijk geneem, nee. Beslag van rekening, die man had net een maand tevoren zijn enigste kind verloor. Net een oomblik, hoor. Is hier daar, Lydia? Ja, hier is al die gegevens. Die congres had op 4 december reeds gesluit. Die volgende dag was ik al thuis. Maar kan je mij glad niet zeggen waar Karel was die 10e december, nee? Nee, van 10 december. Dan weet ik niks, nee. Je moet hem vragen van daar die verloren week, hoor. Ik dacht ook hoor iemand praat. Die zei niet eens voor mij dat je gekomen bent, nee. Hier is een telegram. En wat maakt dan Ellie met mijn jas? Ach, hier is ze ook moepie los. En voor ik wegga wil ik zo graag dat we jou vatten. Ik zal hem voor tante Ellie mis. Tante Ellie, kan tante Ellie misschien onthouden waar Karel was verleden jaar, die 10e december? Die 10e december. Ik woon er. O ja, ik onthou. Dit was ons net die dag voor mijn verjaarsdag. Ik verjaar was elke jaar die 11e december. Zie toch die arme Karel. Hij die dag voor mij zo ziek gelijk. Tante Ellie, luister hier. Een antwoord op uw navraag. Leon Smit is op 10 december oorleden. Wat zijn navraag? En wie is die Leon Smit? Dat weet ik niet. Ik heb bij niemand navragen doen, niet? Maar van wie kom die telegram? Het staat net hier na vraag kantoor en het is voor mij, mevrouw Lydia Beyers. Ja, maar wat is die vent zijn naam? Leon Smit. Leon Smit? Is
Is het niet elke keer van Karelse patiënten, niet? Ik kan niet zo'n naam onthouden, maar het kan natuurlijk wees. Smit. Smit. Leon Smit. Nee, die naam zei voor mij niks. Huis van dokter Beyers? Oh, hallo. Ik is blij, je bel. Je moet gauw praten, hoor, Lydia. Meneer Thompson wacht hier buiten voor mij. En ons moet nou stasie, toch hij gaat voor mij het bed nemen. Ik kom nou, tante Ellie. Henny, is je daar? Nee, goed, net moog. Nee, ik kan niet nou komen, nee, wat van 5:00? Nou goed, dan ontmoet ik je bij de busterminus. O, Henny, luister, kan jij niet uitvinden wie Leon Smit is, nee? Ik heb nou net een telegram gekregen. Kijk, Lydia, je moet proberen uitvinden. Van die Smit kerel, krap eens in je man zijn papieren, vind uit. Ja, natuurlijk kan je dat doen, man. Ik kom eens nooit voor 6:00 thuis, nee? Ons moet het niet, ja. Intussen zal ik ook proberen. Gaaf, ja. En vanavond geef ik jou mijn revolver. Tot ziens. Dag, Dirk. Ik ben net gekomen kijken hoe gaan we met je ma. Ma, de dokter. De dokter Beyer. Jij wil met gaan, ik wil hem in je reden. Laat ik maar liefst ingaan, Dirk. Het is niet goed voor een ziek mens om zo te spreken. Maar zei dokter Jacobs is al klaar om me in te spuit. En maar zei dokter hoeft niet mee te komen. Nie. En maar zei dat... Dirk, kom hier. Ik wil met jou praten soos man tegen man. Wat doen dokter nou? Nee, wat ek speel samen maar een beetje, Dirk. Ek het baie tijd. Je ziet as twee speel. Je moet eerst die klippie opgooi en die andere een optel. En as twee dan natuurlijk speel dan, die en wat wen, krijg hier die 20 cent stuk. Ach, Jesla, dis doet makkelijk. Enig een kan het doen. Is dit? Maar goed, wees vir my. Daar sê jy. Sien jy, ek het jou ons gesê ek kan het doen. Speel sou vir die geld. Ja, maar dan moet jy, jy kan die geld kry as jy vir my sê wat ek vir jou gaan vraag. Wat het jy maal het hier my? Ek weet nie, oomie. Ek weet wat my ma alles sê. Jy soek jou dood as jy by dokter Beyers bly. Maar ek is dan nog al die jare julle huisdokter. Hoekom dan nou so anders? Ek weet nie, oomie. Maar daai brief wat ma gekry het, sê ma moet oppas vir oomie. Hoor daar vir ma. Sy skaam my af, sy weet ek praat hier met oomie. Ons weet nou nie wie gewen het nie, oomie. Nee, Dirk, jy het gewen. Daar is die geld. En hoe sê jy wie die brief geskryf dan? Maar is het dan nie oomie se vrou wat die mense so waarsku nie? Hallo, hoe is dit jy, tante Ellie? Ja, dis Karel hier. Was daar nie oproepen van my nie, tante Ellie? Niks nie. Het nie een patiënt gebeld is. Nee, maar as niemand gebeld nie, dan kom ek maar huis toe. Goed dan, Ellie. Lekker rij, hoor. Tot ziens. Tot ziens, tante Ellie. En tot ziens, baie dankie vir alles wat tante Ellie vir ons hier gedoen het. Hoor, het was een groot plezier. En kom, bly maar gauw weer by ons. Goed, ek sal baie dankie. Veilig rij, tante Ellie, hoor. Tot ziens, baie. Tot ziens. Lydia!
Ek gedink ek kry jy sommer hier dan. Dan hoef ek nie by busstop te wag nie. Wat moet die mense van my dink? Gee jy om? Ek was seker nog nooit in my lewe so bly om iemand te sien nie. En nee, ek het gekry. Ek weet waar Karel die 10 December was. Kom maar, nee, wag, jy vertel my niks. Ek neem jou na 'n lekker plek hier naby. Lydia? Toe gryp ek my handsak en jas en hardloop uit net toe Karel se deurkamer binnekom. Ek het die hele tyd gevoel hy is net agter my. Ek kon nie opkyk of agter toe kyk nie. Ek wil nie weer so iets deurmaak nie. Ek is vir jou ook iets. Ek het daar met die koerantargief van Ron Sniffel. Toe kry ek hierdie daar. Mag ek sien? Wel, ek sal vir jou lees. Die gerechtelike ondersoek na die dood van Leon Smit, die mediese student wat verlede week onder tragiese omstandighede op Mountain View oorlede is, is vanoggend gehou. Dit is natuurlik vanoggend verlede jaar December. Meneer Smit en 'n vriend het gaan bergklim toe hy siek geword het. 'N Digte mis het hulle oorval en die vriend het 3 dae met die siek Smit op die berg rondgedwaal. Eindelik het hulle by die Mountain View vakansieplaas uitgekom, waar het gebleik het dat meneer Smit longontsteking opgedoen het en hy is dieselfde nag oorlede voordat mediese hulp opgedag het. Maar wat sou Karel daarmee te doen hê? Mag ek die burgie sien? Daar staan eintlik niks meer nie. Wonder. Weet wat? Ek gaan Mountain View toe. Dis maar 'n uur se ry daarheen. Dink jy nie dis beter om net te telefoneer nie? Waarom? Wel, jy sien ek het eintlik vanaand nog 'n afspraak en ek weet nie of ek daar van ontslaag sal kan raak nie. Maar laat ek die eienaar van Mountain View bel, dan kan ek mos uitvind wat daar uit te vind is. Ek meen, ons kan altyd later, morgen of enige ander dag nog gaan as dit nodig is. En dan nog iets. Ek dink nie jy moet vanaand by die huis geslaap nie, weet jy? Jy besef natuurlik, jy is vir jou eie veiligheid onthouder. Wel, ek kan altyd by Helene gaan slaap, maar wel, ek sal jou vir Karel moet laat weet. Om hom vooraf te waarsku. Vader, laat ek verstaan jou nie al dag nie. Die een oomblik hardloop jy weg van hom, die volgende oomblik hardloop jy agter hom aan. Hallo, hy het seker gelyk. Pa, dan bel ek jy môre by Helene. Ja. Nee, dit is glad nie van die baan. Ek is vies en uit by my muur. Ek glad hier reg in my kop nie. Verbeer jy om hierdie tyd van die dag na Mountain View te wil reis. Waarom bel jy nie? Ek voel onrustig, Helene. Ek moet gaan. Hele uur sal ry. Waar is my motorsleutelstukke? Onthou jy bestuur. Ek had geen steek in die aand sien. Helene, waarom draai jy nie bril nie? Ek bril dra. Al loop ek met my neus op die grond soos 'n bloedhond, sal hierdie Helentjie nie 'n bril dra vir sy 90 jaar oud is nie. Nou maar goed, ek bestuur my maak tog net gou hoor. Gaan nog enig van my papa's oog geraak? Ai, Helen. Wat is daarmee verkeerd? My oupa het vals tande en my ouma het vals bolle aan. Waarom kan ek nie papa's oog haare hê nie? Maar dit komt. Onthou nou my voorwaarde, hoor. Jy vertel alles en niks meer van hierdie geheimsinnigheid. Ek beloof, as ons terugkom. Goed, kom ons gaan. Hansen, mannen, Hansen! Unfortunately, although I lost, I didn't put on. All right. Hurt you nog? En kijk wie is hier vandaan? Nou, Hansen, wat zal het wezen? Ik weet niet. Nou maar, hoe lijkt het met de plannen, denk je? Je weet, mijn ma, zij is 82. En dat blijft maar van je boeken, plannen, denk je. Luister, ik zei even, jullie ouwe eerst een beetje gaan leren om daar te spelen, man. Je weet, het gaat met de daders op de man en zijn vrouw, man. Je moet niet bang zijn voor die ding, niet. Anders heb je vandaag nog een mooie vrouw, hoog, polveien, geel haar en zo aan. Morgen les je in die cafés en straten rond en zei, smaal met ander man. Vraag maar voor Johnny daar, je weet. Dok, moet je niet aan ons stellen. Morgenochtend zal ik niks weten van wat hij vanavond hier kwijt geraakt. Ja, nee, het lijkt voor mij, mensen leren deze dag ook niet meer zeker, nee. Het lijkt voor mij partijdokters als kop en eer mis met die begrafenis ondernemen. Rits, ik wil geen moeilijkheid hier, Annie. Is niet hier.
This is a free country, Stig. That's why I came to this country. And I think this gentleman is entitled to say what he wants to say. That's right, that's right. Partijgeleerde mensen denken maar they can get away with murder. Ik heb nog genoeg gehad van jou, Maritz. Ik geef je nog 6 mannen aan je die horries. Of je is achter die tralies. Waar zijn jij weer voor 6 mannen? En je vrouw? Piet, weet jij waar die dokter zijn geel haar vrouw genaamd is? Andere vrouwen vatten ze heel laat staan. Dus voor jou die hartbreker. Skulpad het sy sleepsel, die rug want sy reen. Rinkels het sy speeksel, die zwaar weer sy breun. Sonnebesie skree dat my sy oore tuit. En hier sit ek nou net sy uilkie op bekluit. Jakkels het sy streke, die rooi kat sy snor. Muisond het sy reuke, die hond het sy knor. Dassie het sy sterkie in die kraans verloor. Die meisiekind het my getoer. La-de-do-de-da. Sien ek haar, dan slaan my hart op een vinnige galop. Soen ek haar, dan klim my hart sommer teen my ribbekas op. Potty het sy deksel, die ketel sy tuin. Koffie het sy treksel, die trein het sy fluit. Skulpad het sy sleepsel en die skaap sy blaar. Vandaag trek my ou hart daar ver. Je weet ook, mevrouw en ek het net vanochtend van jou gesels. Die onthou is nog verbessie, sy het destijds met haar bonkel naar jou toe gekom. Nog helemaal mooi gezond geworden ook hoor. Daar komt hem als volgende bruinvrouw daar bij ons en zij zei toen zij zoekt werk. Het heeft daar zo'n beetje gekeken. Toen zei ze van, maar heb jij dan niet voor dokter Beuzelen gewerkt? Je weet, Jelle Sargie. Ze zei toen, ja, ze heeft 5 jaar voor dokter gewerkt. Maar dok, je dan nog niet eens na een drankje voor jou geraakt, niet meer? Wat het Sargie toen zei? Kijk dok, ik is nog niet een man dat mij ineens andere mensen zijn bezigheid dan wil steken. Maar iemand is bezig om voor Sargie bang maken door zijn verband met jou te vertellen. En als ik jij is, dan ga ik die politie dat weten. Laat dan een beetje van Sargie vragen, wat zeg je dat van die dingen af? Nee, Johnny, man. Stel voor ons daar iets lichter, man. Het is net altijd huiver, iets wat ik glad niet eens gedoen heb, niet meer. Dok, je weet, en hierdie werk van mij hoor ik allerlei stories. Dok, Harry vriend van jou, hij doktersvriend. Wat is zijn naam nou weer? Jacobs. Wat van hem? Je moet maar een beetje oppas vooral, hoor. Hey Dok! Dok! Je drank iemand! Goeienavond, dames. Goeienavond. Kom binnen. Is u die eienaar van Mountain View? Doodreg. Naam van Colin. Maar kom nader. Meneer Collins, ons, dit is mijn vriendin, mevrouw de Toe en ik is mevrouw Beyers. Blijf met die kind. Aangenaam. Aangenaam kennis. Aangenaam kennis. Meneer Collins, mijn man is dokter Karel Beyers. Ik doe hem al ontmoet, niet waar? Nie. Natuurlijk ken ik die dokter. Hoe gaan het met hem? Nee, goed, dank je. Hij was verleden jaar december hier. Goed, terug. Zij alleen? En, meneer Collins zei voor mij, was mijn man hier toen meneer Smit hier dood is? Goed, terug. En mijn man was omtrent een week hier? Goed, terug. En mijn man het toen voor die meneer Smit gekend? Doe het recht. Nee, niet die keer, nee. Hoe hier is mijn vrouw? Louise, je onthou nog die dokter wat hier was toen die Smitkerel dood is? Ja, natuurlijk. Dat is zijn vrouw, mevrouw Beyers. Dat is mevrouw de Tweede. Aangenaam kennis, mevrouw. Aangenaam kennis, mevrouw. Ja, misschien je jas heeft voor mij, dus hoe warm hier ben ik. Is ook zeker doos van die hele eindpad. Kopje koffie of een kopje thee of liever misschien iets sterker. Misschien iets sterker. Maar natuurlijk. Dank je. Neem gerust plaats. Dank je.
Mevrouw Collins, ik wil zo graag weten wat precies hier gebeurde toen mijn man hier was en Leon Smit hier dood is. Van wat ik gelezen heb en gehoord dat die twee gaan bergklimmen toen die meneer Smit ziek geworden was. Dat is precies recht. Maar die twee studenten hebben zo'n 2 of 3 dagen hier in die bergen rondgedwaald voordat hij hier bij ons uitgekomen. Hij was papnat gereden en al hun bagage hadden verloren. Behalve, en dit was nogal snaaks geweest, hij had net een gitaar bij hen gehad. Een doodgewone gitaar. En toen die twee in die bed gezet en mijn man geroep. Wat is toch logisch, dat het hij gedoen niet waar, niet? Jodre, maar die dokter... Mevrouw Beyers, die hele tijd dat die man hier was, was hij heel dikwijls... Altijd. Dronk. Smoor dronk. Maar mijn man drank nooit niet. Misschien is het ouder dat hij drank is om zo vastgevallen. Wel, maar dit moet ik daarom zeggen, mevrouw. Hij heeft niemand ooit geplaatst. Maar ik was wel bij een praat. Zies toch, gedurig maar over die oude zien. Nog een drankje, mevrouw? Nee, dankie. En voor u ook, mevrouw, heeft hij zo dikwijls gebracht. Zo, en wat heeft hij gezegd? Ach, nou ja, zomaar dat alles nou zo treurig moet eindigen. Dat hij nog glad niks doet vooruit te gaan, behalve zijn werk. En was hij die avond toe ook weer zo? Alles had alles gedaan om hem wakker te krijgen. Om hem nuchter te krijgen. En toen kwam daar die vriend van Smit daar aan. Ja, hij heeft gehoord dat hier een dokter in die huis is. Wat had hij gezegd? Ik zal hem recht krijgen. En toen hij die dokter probeer recht klap. Hij heeft hem recht op gekregen. Waggel, waggel, maar recht op. Hij hoeft vreselijk in toe. Voor meneer Smit zijn bed had hij weer op zijn knieën gezakt. Gelijk of hij bed. Darling, nou wat drijf je daar? Ik zei net wat ik gezien heb. Op zijn knieën voor die bed. Misschien heeft hij. Wat? Misschien heeft hij gebed. Maar ik denk dat zoiets niet. Hij heeft die man hier geklopt, daar getikt. En toen zei hij op naar zijn kamer toe om die pillen te halen. Heeft Karel toe gaan pillen halen waar die vriend van Leon Smit moest geven? Doodrecht. Niet dat die pillen gaan helpen, niet? Ik zei altijd. Verdachte pillen betekenen je voor de nacht. Ja, maar waarom heb je niet een andere dokter gebeld? Of zelfs die ziek man dokter geneemd? Dit is nou voor jou een mooie vraag. Hoe moest ons nou geweten dat de ziek man zo ziek is? En net nou zei nog dat ons schuld is ook dat die man hier dood is. Yeah.
Meneer Collins, wat is die naam van meneer Smith's vriend? Darling, wat was het alweer? Ai, mijn lieve aardetje, die naam zit op die punt van mijn tong, maar het mij ontgaan. Mevrouw, maar u moest om daar die ogen die man weer uitskel het, hoor. Ja, daar die morgen was die dokter nuchter. Wat hij niet alles moest aanhoor. Jij is te slecht om dokter te wees. Ik ga jou aankla, als jullie over die politie gaan aantje. Ik zeg voor die dokter, ik zeg voor hem. Hij is jou aankla. Je kan hem aankla. En man kan ons niet, man, sommige van enige ding uitskel, niet? En zo groot als die dood was die man zijn gezicht. Kom, schaam wat laat. Ik is nou blij dat ik samen met jou gegaan het, Lydia. Nou verstaan ik Piggy beter. Wee, Helene. Mens lees van dingen en jy hoor van goed wat met andere mensen gebeur. En dan denk jy, is het niet vreselijk nie? Hoe kan zulke dingen gebeuren? En dan skielik op een dag gebeur daar die ding met jou. Dus in jou huis, in jou familie. Dus meer iets tegen een onbekende persoon in Amerika of Rusland. Dus in jou land, in jou eie huis. Jij is wakker, vriend. Zet recht op. Ik zeg, zet recht op. Drink dat. Ik zeg, drink dat. Veel goed. Je hebt nou klaar jouw gemene spel gespeeld. Jouw praktijk is klaar, Beiers. Gemensel jou weer vertrouwen nie. Nie is jouw vrouw niet, Beiers. Ze is weg, dokter Beiers. Ze is weg voor goed. Jy wil mij vanaan doodmaak. Danny Tuin. Nee, laf wees nie, man. Ik wil jou bang zien. En ik het ook. Jy wil mij doodmaak. Ik zal niet voor jou hangen, nie. Ik is niet die moordenaar, nie. Jij is die moordenaar. Twee randse peterl, alsjeblieft. Die eerste ding wat ik doe als ik bij die huis kom is om voor Henny te bel. Henny moet voor mij uitvinden wie die vriend van Leon Smit is. Henny zal Henny, my... Henny. Hoe lijkt het voor mij daar zo'n vonkie voor Henny? Ach, Helene, Henny is een kind tegen mij. En van wanneer af tel het in die zaakjes van die hart? Misschien niet. Die andere hand is gestraand. Het voelt zo'n jaren geleden. Wat is er gebeurd? Ach, ik weet niet iets aan die lichaam. Mensen eie eenzaamheid, je manse onverschilligheid. Ja, en toen begin jij wonder of die gras achter die bult niet groener is, niet. Is je amper klaar? Of is baie haastig? En toen vanavond daar bij Mountain View, toen allemaal zo rustig gesels, oor dinge, oor Karel wat hij gedoen het, wat hy daar gesit en gepraat het. Die rustige gepraat oor Karelse angst en vernedering. Ik weet wat je bedoelt. Op daar die oomlik denk je niet. Ik loop hier naartoe. Ja, maar die vraag blijft nog altijd of Karel samen met mij wil lopen of hij lust het. Maar Lydia, dit hangt alles van jou af. Oh ja, ik weet. Die ware liefde, geloof alles, hoop alles en vertrouw alles. Is je klaar? Bye, dankie. Kom eens erbij. O, Helene, is alles wat telk gebeurt niet mijn schuld, nee. Ik heb altijd geweet, jongen, die laatste lag die lekkerste. As die polisie nie 'n saak sien nie, as die mediese raad nie optree nie, ek het gesweer ek sou jou straf. Straf, dat betaal vir Leon Smit se dood. Sy moord kan jy maar sê. En nog 'n ding. As iemand onskuldig is en hy word belaster, dan gaan klaai by die polisie. Maar jy het nie gedurf nie. Waarom as jy nie onskuldig was nie? Jy sê dit mos, omdat ek skuldig was. Sien jy erken dit? Daarom het ek 'n mens gesê van die nag by Mountain View nie. Nie as jou vrou weet wie dit is wat s'nags soos 'n waghond by jou deur staan. Nie 'n waghond nie, maar 'n wolf van die nag. Net wat jy wil, maar dit het gewerk. Ek het daar gestaan en kyk hoe die kierang uitbraai. Jy het my familie bang gemaak, ja. Reg genoeg, maar vir jou ook. Jy het daar gestaan en wag om my dood te maak. Nee, laf wees nie, man, was so dit my help. Ons alles verby. Ek wou daar staan en kyk hoe jou senuwees klaar word. Ek het van jou geneem wat jy van Leon Smit geneem het. Jy sou ook nou gepraktiseer het as dit nie vir jou was nie. Briljante mens, voor hy kon begin, toe verloor hy alles deur jou. Vertel my iets meer van Leon. Jy sal niks van hom begryp nie, jy's nie sy klas nie, man. Altyd eerste was hy, skool, op universiteit.
Hij was een mens wat iets van iemand anders oorgehad het. Hij heeft voor jou studies betaald, niet waar nie? Voor alles, man. En toen na zei dood, toen moet je gaan werken. 3 of 4 plekken gewerkt. Elke keer uitgeschopt. Ik is geen klerk niet. Ik en Leon het groot plannen gehad, ons zo rijk worden. Met zijn geld. En toen moest ik onschuldig deurloop omdat je geld verloor het. Onschuldig? Jij moest gestraft worden. Ik het jou schuldig bevind. Ik het jou gestraft. Denk jy dat een misdaad de ander misdaad kan rechtmaak? Straf is nooit lekker nie. Wat jy gedoen het, bly een misdaad. Gag, jy my aan by die politie. Om jou sin te gee. Dis wat jy wil hê, nee. Wat jy bo alles wil hê. Want jy is niks. Jy het niks om te verloor nie. Ek sê jou. Dis die waarvoor ek gewag het dat jy vanaand bykom nie. Kom sit. Sit dan, praat ons rustig oor die saak. Wil jy nie iets drink nie, koffie of iets sterker? Ek wil niks van jou hê nie. Maar goed dan. Waarom skink jy nie vir jouself iets sterker nie? Jy hoef nie vir my skaam te wees nie. Ek het nog nooit weer sterk drank gedrink, sedert daai aand. Het jy al ooit daaraan gedink? Het jy al vir jouself afgevra, waarom probeer ek daai onbekende dokter vernietig? Net omdat hij een hand dronk was. Maar ek het jou toch gesê, omdat jy dronk was. Of was het omdat jy wat bij Leon Smit moest gewaak het, daar in nacht geslaap het. Misschien moest ik toch niet naar hem geluisterd. Van wie praat jy nou? Daar die vriend van Leon Smit. Luik, dis wat zijn naam was. Nie, wacht een beetje. Luik. Ik wou niet gehad dat ik bij zijn ziek vriend bak nie, en ik wou. Ik het moest gezien die man is zelf klaar praat. Maar lieve aardig. Ach, zal jij nou voor jou daar worden bekommerd? Oh, darling, jij is mijn getuige. Jij hebt zelf gezien dat die man is nog nooit recht in zijn kop nie. Maar je moest alles bij die onderzoek vertellen. Ach, alle vrouw me is niet alles bij die onderzoek nie. Toen ik die ochtend in die kamer kom, was Leon Smit dood en sommer al een hele rukkie dood. En zijn vriend vast aan die slaap. Maar ik was doodmoeg geweest. Maar jij het geslaap toe jy mis gewaak het. Maar niemand kan mij dit kwalijk nemen, nie. Jouw slaap is een feit net zoals mijn dronkenschap. Maar my... waarom het jy nie dat mevrouw Collins bij hem waak nie? Dat zij zorgde dat hij die pillen kreeg nie. Ik het om die pillen gegee. En hoe weet ik het was die rechte pillen? Jij weet het was die rechte pillen. Dat het bij die onderzoek gebleek. Toen jij het gegee het, en jy nie geweet het was die rechte pillen nie. Jy het niks onthou nie. Jy het de plek uit gehad. Ik weet hoeveel pillen daar in die buisie was. En ik weet hoeveel daar die volgende ochtend oor was. Hy mis elke 4 uur 2 gekry het. Hy het alleen die eerste 2 gekry, want daarna het jy geslaap en hy het gesterf. En ek vra weer, waarom het jy nie dat mevrou Collins by hom waak nie? Ek sê jou sê wat het was. Dit was jou ijdelheid. Jy het jou hele leven lang geklou aan een man wat beter was as jy. Briljant. Was jy nie soms jaloers op hom gewees nie? En hier is hy siek. Jy dink hy sterwend. Jy wil jou edelste rol speel door jou dankbaarheid, jou getrouheid. Was het nie misschien jou onbewuste wrok teen jou vriend wat jou laat slaap het nie? Wil jy nou voorgee, dis alles my skuld, wat jou slim gepraat en alles omdraai? Ek weet, ek moes nie geslapen nie, maar jy het ook skuld gehad. As jy onskuldig gevoel het, hoe kom het jy nou die politie geroep nie? Die politie? Wat sou ek daardeur bereik het? Dat hulle vir jou vang, een lasteractie, nare publiciteit vir my. Maar eindelijk heb ek nie daaraan gedink. Ek het gevoel hoe hier die hele ding, hoe jy in die skinde veldtocht, die briewe, die oproepe, besig was om vir my iets minder as een mens te maak. En ek het gevoel hoe hier die vuile dinge besig was om in myself in te sypel. Ek het agterdogtig geword op my mededokter. Ik heb achterdochtig geworden op mijn patiënten. Van wie weet je? Ik heb mijn vrouw verdank. En ik heb het gevoel veel, veel om mij en in mij. Dat is die hel wat ik zo zachtjes doorgelopen het al hierdie maanden. En denk jij dat de mens dan nog aan die politie dank? Of een lasteractie? Tegen wie? Die was Satan. Nee, wat Jan. Jij is nog jong. Kom eens drink koffie. En denk je dan, ik is te jong om ook geld te... Ik ben niet weg.
Sê dit. Sê dat alles my skuld is. Ek weet dit is my skuld. Ek sal na die polisie toe gaan en ek sal alles vertel. Hulle moet jou huis bewaak. Vergeet dit. Kom ons van sodra voor die vuur. Jy kan toch even wachten, maar met die hele dag bij die huis zitten. Ja, en half uur later alleen niet. Dat is iemand bij onderhoorst. Ik moest weet, ik moest weet wie is die schuldige. Was het ek? Dokter J was die enigste een bij wie ik kon uitvinden. Ik heb niks van mijzelf verstaan, nie. Iets van mijzelf het gesê, daar ik dronk dokter, dat weet hij dit. Dat is Henny. Henny? Henny Luit? Ja. Dan had ik je gebeld. Maar als je anders kan optellen, dan was het ook iets mijn keel toedruk. Ik kon niet praten. Nie. Helene, hoe... Ik wil die waarheid hoor. Dit is hij, hoor. Hoor jij? Dus... Dit is hij wat al hier die dingen gedaan. Dit is hij niet. Ik denk, ik word liever snel gaan. Oh, nee, alsjeblieft, toch niet. Helene, blij hier zo. Dat is goed. Dat de meest andere mensen alleen moet laat. Helene, ik heb je nog nooit zo gezien, hè. Het is maar zelden dat aan wijsheid in plaats van gekletsen mij komt. Morgen is jouw duiveltje weer daar. Later dag. Tot ziens, Lydia. En wees goed voor jou, man. In die hand toe hy met die nodigste gehad het, toe slaap ik. Slaap ik, dokter? Ik durf nu kalm vragen. En ik schuld aan zijn dood. Is daar altijd schuld? En als daar is, mijn vriend, kan een mens ooit uitvinden waar de eerste schakel van een reeks daden ligt? Misschien is ons allemaal schuldig aan alles. Jij niet meer als iemand anders, nee. Je weet, mijn schuld van daar aan zal ik ook me dragen. Dokter, maar als je niet verstaan, voor de eerste keer is daar nou rustigheid in mij als ik van Leon en mijzelf praat. Hoe hij van mij beschermt. Hoe ziekelijk, hoe zwaar ik gekregen heb als kind. Hoe tragisch is het, die meneer Luit, hoe ontroerend. Ik moet keer laat ik niet huil nie. Maar als mos die moeder die is daar, is het niet. Als een gemene vent vastgekeerd wordt om die droevige kinder daar uit te skut. Lydia, ek en meneer Luit het klaar die saak uitgepraat. O ja, julle het klaar gepraat, dit kon ek hoor. Maar ek en meneer Luit het ook nog so die een en ander om van mekaar te sê. Nie waar nie, meneer Luit. En hoe kon jy? Hoe kon jy dit doen? Vir wie van ons word die hel van groot word gespaar? My man het nie seker nie vertel dat hy in 'n weeshuis groot geword het nie. Hy het nie sy omstandighede daar nie verduidelik nie. Ek ken Karel. Die brokstukke lê om ons huis, meneer Luit. Maar die naaste buise sal in jou lê. Onthou jy van die skoene? Nou, ek probeer om in jou skoene te staan, maar hulle knyp, meneer Luit, hulle knyp. Lydia, as jy net kan begryp. O, ek begryp jou, maar verskoning sit ek nie vir jou nie. Teenoor jou was ek altyd opreg. Opreg? Maar jy het dit reg gekry om vir my giftig en agterdogtig te maak. Maar jy het een ding vir my geleer, meneer Luit. En dit is dat ek en my man, ek hoor by hom, meneer Luit. Dis ja, werklik. En hoe gauwer hy nou loop, meneer Luit, hoe beter vir ons allemaal. U vuil spelletjies is nou klaar gespeel. Ek gaan nog. Misschien kry mens erns die kracht om met jouself saam te leef. Man. Baie ongelukkige man. Sê dit nie, Karel. As daar iets goeds gebore word, het al hierdie vreselike dinge, dan sal laat ek ten minste 'n ander mens sal word. Hoop ons. Jy was soos 'n tierwyfie vanaand. 'N liewe tierwyfie, moet ek sê. En dit alles om my ontwil.
Lydia. Ons moet van vooraf begin. Die praktijk is naar die maand. Ons gaan nie weghardloop nie. Al begin ons weer met een patiënt per maand. Onthou jy? En buitendien weet jy wat, Helene is ons beste bondgenoot. Sy is die beste ochtend en middag aankoerant wat ons ken. En ook Karlik, ek wil jy nog vertel ek van Henny Luit en hoe ek vir hom ontmoet het. Jy weet, hy het vir my een brief, een omsendbrief. En nou besef ek dat ek die enigste een is wat so'n brief gekry. Wil jy dat nie hoor nie? Al te seker, maar nie so nie. Man in die donker wat kleef in die nacht. Die mensen het jeden op jou. Waarom vlug jij altijd tussen schaam?